Hier is Business Club Radio. Live vanuit Cultura in Ede. Voor ondernemers, door ondernemers. En vanavond met Willemien Vreugdehil, wethouder van de gemeente Ede. Goedenavond, dames en heren. Dit is weer een uitzending van Business Club Radio. En ik heb vanavond een hele charmante gast, Willemien Vreugdehil. Hartstikke welkom. Goedenavond. Leuk dat je bent. En ik vind het bijzonder dat jij hier vandaag op deze speciale dag bij ons bent. En we gaan natuurlijk wel over jouw werk hebben. Want dit is achteraf natuurlijk ook via het internet te bekijken. Maar we zitten natuurlijk vandaag heel met een knoop in ons maag. Ja, klopt. Ja, dus dat gezegd hebbende gaan we over tot de orde van de uitzending. Kun jij jezelf eens voorstellen? Ja, mijn naam is Willemien Vreugdehil. Ik ben net hier naartoe gekomen nadat ik de uitzending op televisie heb gekeken. Toch ja. Even Jan, ik was onder de indruk van het waardige en respectvolle terugkeer van onze landgenoten. Ja. En daar was ik heel ontroerd door. Dus met die beelden in mijn hoofd reed ik hier naartoe. En toen dacht ik, ja, nou gaan we vanavond praten weer over het leven. Wat ook verder gaat en dat is ook goed. Ik ben geboren in de Randstad. Daarna ben ik naar Bennekom verhuisd met mijn ouders. Dus ik heb een tijdje in Bennekom gewoond. Heb op de streek gezeten hier in Ede. En daarna naar Utrecht gegaan om te studeren. En na mijn studie verschillende banen gehad. De voorlaatste baan was bij Deloitte Consulting. En nu ben ik wethouder in Ede. Voor de partij? CDA. Ja, precies. Ja. En wat zit in jouw portefeuille? Economie, werkgelegenheid bevorderende maatregelen, de participatiewet die vanaf 1 januari 2015 zal van kracht worden. En daarnaast ook RO buitengebied, landbouw, food valley, recreatie, toerisme. Dus je bent een hele belangrijke wethouder voor ons allemaal als ondernemers. Ik hoop dat ik van betekenis kan zijn voor de ondernemers in Ede en de regio. Dat zou ik echt heel prettig vinden. Ja, jullie doen er van alles aan om nieuwe ondernemingen te trekken. We hebben het ook al van Arjen Droog gehoord. En het is natuurlijk spannend met alle ontwikkelingen in de hele sociale wetgeving. Wat er allemaal de komende jaren op ons afkomt. Dus, en nou valt hier ineens het licht uit. En hij is weer aan. Het is weer aan. Maar we gaan dus over een aantal van dat soort aspecten gaan wij vanavond met elkaar praten. Graag. Hoe lang ben je nou in functie? Ja, sinds 8 mei. Ja, dus dat is vers. Ja. Ja. En dat is enorm hard werk in het begin natuurlijk om al die dossiers te leren kennen. Ja, het is hard werken. Ik ben ook al wel 4 jaar raadslid in de gemeente Ede geweest voor het CDA. Dus ik ken ook al wel veel dossiers of veel zaken die spelen. Ja. En zoals gezegd, ik ben een beetje binnenkomst van origine. Dus ik ken de gemeente wel een stukje. Ja. Ja, je weet ook wie je allemaal aan moet schieten. Ja, als je 4 jaar in de raad hebt gezeten, dan gaat dat natuurlijk al vanzelf. Precies. Ja. Ja. Hoe komt het dat je wethouder geworden bent? Hoe is dat gelukt? Nou, bij het CDA hebben we daar een selectie voor gehad. Als je zeg maar na 4 jaar opnieuw de gemeenteraadsverkiezingen krijgt, dat zijn de verkiezingen voor de raad, dan is er een selectiecommissie en die vraagt aan alle mensen die solliciteren voor de raad, wil je wethouder worden? En jij wilde dat? Ja. En dat is gelukt. Nou, hier zit ze dan. En vanavond hebben we een hele bijzondere muziekkeuze. Ze heeft prachtige nummers meegenomen. En u zult vanavond versteld staan voor de vooruitziende blik. We beginnen met Herman van Veen met Hilversum 3.